Hoi, ik ben Bielle Wiering bij Alfia. Ik ben nu thuis. Ik ga mijn verslaggeversauditie hebben over het laatste jaar van basisschool. Ik ga het hebben over aan school kiezen, eindtoetsen en CITO's en dan heb ik nog een interview. Eindtoetsen en CITO's zijn net als in groep 7 hetzelfde. Alleen eindtoetsen doe je nadat je advies hebt gehoord en CITO ervoor. De CITO telt ook. Alleen eindtoetsen wordt naar je middelbare school gestuurd om te kijken hoe goed je hebt gedaan. Bij eindtoetsen kan je niet omlaag, maar wel gelukkig alleen maar omhoog. Een school kiezen. Een school kiezen is eigenlijk best simpel, want je hebt je advies of je hebt TL, ga je naar MAVO school of MAV, naar VMBO school of MAVO, HAVO en VWO. En voor gymnasium en ateneum heb je een aparte school. En natuurlijk kies je een school die bij jou in de buurt is. Nu een kort interview met vriendin. Hoe ging groep 8? Het was leuk en maar ook wel een beetje spannend. Hoe gingen de CITO's? Best wel goed, op zich had ik niet hoger verwacht, dus ja. Was de school kiezen makkelijk? Nee, want ik had allemaal verschillende scholen die me wel wouden. Alleen toen heb ik een echte school gekozen wat in mijn gevoel zat. Dat was mijn verslaggeversauditie. Ik hoop dat ik door ben en tot zo.